Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Voetbalmanager FC Volendam. Het gaat niet best, moeten we eerlijk in zijn. We hebben 3 wedstrijden gedaan en tussendoor 1 gewonnen. Ja, dat is nog een redelijk moyen, moet ik stellen. 1 gelijk gespeeld, 1 verloren. 1 keer gescoord in 3 wedstrijden, dat is het ook nog net niet. En dan moeten we nu tegen Vitesse en PSV. Nou, het is natuurlijk best wel een challenge. Gek genoeg staan we dan in competitie nog steeds 10e. Want de rest presteert ook geen reet. Nou, voor de wedstrijd tegen Vitesse spelen wij weer ons oude vertrouwde. We verliezen te veel, dus gaan maar dit doen. Tactiek. Vitesse staat 17e met 3 gelijke spelen, dus ik denk wel dat we positief kunnen gaan spelen. Best is het niet. Onze beste speler Huls Hager pakte rood tegen Zwolle, dus dit is zijn eerste wedstrijd terug, vandaar zijn gebrek aan ritme. Fernandes die staat nog niet lang weer terug in de basis, dus gebrek aan ritme. Joost Malen is oprecht een van onze betere spitsen, 1,5 ster waard. Maar goed, laten we hopen dat dit nog te doen is. Dan, hoop houden, dat is belangrijk. Ze missen tactische bekendheid, logisch, want we spelen nooit positief eigenlijk. Kajar is bezorgd over het meer druk zetten. Doe je niks aan. En Matkoer, die blijft elke wedstrijd gespannen worden. Dus dat is ook vervelend. Nou, we gaan een vraag om revanche. Moet in principe kunnen thuis tegen de nummer 17, maar je zal zien dat het lastiger wordt dan ik zelf hoop dat het wordt. Vitesse heeft geen slechte ploeg naar mijn bescheiden mening. Bas Dost in de spits, dat zou nog wel vervelend kunnen worden. Maar goed, wel al wat op leeftijd zeg maar en ze hebben nog geen wedstrijd gewonnen. Doelsaldo is min 5, dat valt er nog wel mee als je niks wint. Maar weinig vertrouwen. Gaan we nog even een klein dingetje aanpassen natuurlijk. Hoppa, mooi op tijd. Nou, dit is een aanval van ons, maar we komen terug in de uitverdedigende fase. En de potentiële counter, maar dat wordt gelukkig niks. Is fijn. We krijgen een hoekschop, daar hebben we wel op geoefend, maar dat is hier niet te zien. Gaat allemaal eigenlijk weer net te ver terug naar achter. We worden ook wel aardig onder druk gezet. Mooie voorzet, Neto. Had beter gekund. Gaia met het doelpunt. In de vage hoop dat het geen buitenspel is. En meestal als ze zeggen dat die buitenspel lijkt te staan, inderdaad keuren ze af. Dus het was een goed begin, maar helaas niet goed genoeg. Dus, maar goed, wederom hier de bal op de helft van Vitesse. Lijkt wel meer een aanval van Vitesse te worden. Louter zoet met de onderschepping. Dit duurt eigenlijk te lang, maar Gaillard wederom een doelpunt en deze was niet buitenspel. Dus na 8 minuten op 1-0 staan is prima. Vitesse scoort wel geregeld, alleen minder dan de tegenstander vaak, maar hier is al de 1-1. Nou, dat had ik net ook niet kunnen zeggen. Zonde. Ja, dit is gewoon zonde. Kijk, in principe is een 10e plek voor ons niet slecht, maar ja, tegen de nummer 17 hoop je er toch meer van, moet ik zeggen. Maar goed, we zijn weer aan de bal. We zitten weer in een soort van aanval. Matkoer die hier de bal ook gewoon meeneemt. Komt uiteindelijk bij Antonucci na een vrij povere voorzet. En in de clutch Joost Malen met zijn eerste van het seizoen.
Zijn tweede wedstrijd geloof ik van het seizoen. Als ik het goed heb onthouden, dus op zich is dat nog wel te doen dan. Die gaat gewoon door waar hij vorig jaar gestopt is. In principe niet de beste spits, maar wel scoren elke keer. Dus lekker. Goed, hier komt hij weer aan de bal. De keeper die stond een beetje vreemd, maar daar heeft Joost dan een maling aan. Die was ook leuker in mijn hoofd, maar goed, doe niks aan. Hulshager hier wederom in balbezit. Dit was een vrij vreemde tackle, moet ik stellen, vandaag samen. Maar goed, het was wel een goede tackle, helaas. Nou, hier weer een uitverdedigde hoekschop. Waarom trainen we er dan op? Verre inworp, daar doen we wel eens wat mee. Nu niet. Borges die dan met de voorzet komt op Hulshager en die pakt ook zijn doelpuntje mee. Dit is ongekend. Ongekend. Ik was eigenlijk nog bijna van plan om gewoon ontslag te nemen. En dan Parkitec op te gaan nemen ofzo. De kans dat je dat verliest is dan iets kleiner. Maar goed, 3-1 tegen Vitesse biedt dan in ieder geval nog een soort van hoop. Nou hebben we wel nog een hele helft te gaan, maar ik moet stellen dat er vrij goed uitziet. 4-1 wederom Hulshager. Nou, dit is ongekend. Dus, ik herken hier mijn eigen ploeg niet in, moet ik stellen. Geen van de wedstrijden die ik off-camera heb gespeeld, hadden wij meer dan een halve XG. En nu 6 grote doel. Nou ja, goed, daar kun je eigenlijk alleen maar tevreden mee hebben. Dus met open armen gaan we zeggen dat ik erg blij ben. Zijn ze gemotiveerd, hopelijk kunnen ze het dan vasthouden. Fitheid valt ook nog niet tegen. Dit is een vrij intensieve tactiek, dus ze moeten er wel tegen kunnen. Maar goed, qua uithoudingsvermogen hebben we ook wel wat verbeteringen doorgevoerd in de zomer. En met de huidige score staan wij gewoon in een rijtje, het is ongekend. Dit wordt wel de 4-2, dit valt dan weer tegen, maar goed, deze tactiek hebben we eerder gebruikt en ook toen al was het, die wilde ik net wisselen, maar dat is wel jammer. Ook toen was het eigenlijk een hopelijk vaker scoort als de tegenstander tactiek, zeg maar. Ik word hier aangevallen geloof ik door een glazen wasser of zo. Ik weet niet, maar ik schrok me wel de pleuris. Hartslag gelijk naar 170. Maar ook die zit standaard op 120. Heel veel schild. Nou, dit was jammer van Hulshager, maar goed, we verdedigen hem wel weer uit. Gaia die hier eigenlijk iets te ver naar achter staat. Maar goed, hij kan nog voorgezet worden. Dat doen we vrij treurig, moet ik toch eerlijk stellen. Maar goed, we hebben de bal weer terug. Dat is lekker. Als we zo nog meer herrie horen, dan is het inderdaad een glazen wasser. Komt ook op een goede dag. Nou, 4-3, dit is godfried van Bouillon, dat is niet te veel met dit. Die glazen wasser komt oprecht op een goede dag, zit allemaal zagen zand in de lucht. Gaan ze maar aandacht maken, dan wordt het niet beter van. Dan wordt het echt niet beter van. We kunnen morgen weer gelijk terugkomen, maar goed. Komt in ieder geval niet zelf te doen. Voor de mensen die denken dat ik geld te veel heb, dit is gewoon een deel van het huurcontract. Dus. Maar goed, we hebben gewonnen. De tweede helft was om te janken, maar we hebben wel gewonnen. Tweede overwinning achter elkaar, dat hebben we al heel lang niet meer kunnen zeggen. Dus winst. Ik zou bijna een hele harde band doen. Maar goed, gaan we niet doen. Dus de wedstrijd tegen PSV is over 15 dagen, want we hebben interlands, dus dan zie ik jullie straks weer terug. Hopelijk na de glazen wasser ook. Goed, dan zijn we weer op de wedstrijd tegen PSV. Ik ga geen wijzigingen doen, ik heb alleen de mentaliteit, zeer verdedigend, dat is ook onzin. Verdedigen tegen PSV lijkt me dat niet onwenselijk. PSV heeft de afgelopen wedstrijd verloren van PEC. Dat hebben wij zelf ook gedaan. Maar goed, het biedt wel hoop. Laten we eerlijk zijn.
Goed, gaan we even kijken. Nou, Rosario zit er nog, Iataran, Van Ginkel. En Buitink die scoort altijd tegen ons. Maar goed, Charlie Goed had daar zin in, dus dan hopen we maar dat dat goed gaat. En Vincent Jans is ook niet ongevaarlijk natuurlijk. Wij hebben daar tegenover Benjamin Gaia die gemiddeld genomen elke wedstrijd wel een keer scoort. En Joost Maal, die ook wel eens wat positief doet. Nou, gaan we de vuisten ballen. En ik wil graag een revanche voor de vorige wedstrijd. Dat motiveert meestal de hele ploeg behalve Matt Koer. Want Matt Koer is altijd nerveus. En dat stond niet in het scoutverslag. Als ik dat had geweten, had ik wel, waarschijnlijk ook gekocht. Maar dan had ik hem wel niet gekocht. Nou, Matt Koer met een inworp. Een goed begin. Gaat naar Antonucci, die snap ik dan niet helemaal, maar hij zit wel. Andrew Hulshager, die wederom een doelpunt binnen weet te stieren. En dan zou je nu eigenlijk toch gaan twijfelen of je niet zeer verdedigend moet gaan voetballen. Kans is natuurlijk klein dat het zeer verdedigend dan tegen PSV een hele wedstrijd werkt. Maar goed, de inworp voor PSV gaat naar, ik kon dat niet lezen, dus Hulshager hier met een counter mogelijkheid. Wordt getackled op Fijn. Lauterzoets zet wel druk, maar krijgt die bal niet mee. Uitverdedigen gaat richting een PSV-speler. Mozo wederom aan de bal, gaat weer naar Iataran. Fijn, dit gaat allemaal net iets te snel voor mij. Goed met een terugspeelbal op doel, dat hoort niet. En gloeiende perenmalen, wat voor bal geef je daar dan weg? Maar goed, het wordt uitverdedigd. Nou, dit was absoluut niet goed voor de Roederburg. Maar we hebben er, zo lijkt het, goed vervolg aan gegeven. Max met een gele kaart. Mozo weer aan de bal, zal ongetwijfeld inderdaad naar Iataran gaan, wordt uitverdedigd. Wederom Iataran met een vrij goede voorzet en de gelijkmaker in de 35e minuut. Hebben we toch mooi 31 minuten voorgestaan tegen PSV. PSV natuurlijk een ploeg, het zou niet leuk zijn, maar je kan er tegen verliezen. Nou, hier wordt Gaia weggestuurd. Dat lijkt me net geen buitenspel, maar het is ook geen doelpunt. Dus dat maakt dan weinig verschil. Maar we hebben in ieder geval wel wat laten zien. Dat is mooi. Dat betekent dat de tactiek werkt. Dus, ben ik tevreden? Ja, eerlijk gezegd wel, natuurlijk. Ja, we gaan het gewoon nog een keer zeggen. Joh, revanche, kom op, dat hielp net ook. Matt Koer blijft gestrest. Heel teleurstellend. En echt een hele goede wissel heb ik voor hem op de bank ook niet zitten. Dit is ook weer moeilijk te spinnen. Maar dit, kijk, weer een ander team aan de bal. Lauterzoets, Gaia, je kunt... Ja, dat zijn toch twee vrij goede kansen die hij aan het begin van het seizoen gewoon binnengelegd zou hebben. Maar goed. Hier komt Goed met een vrije trap. Wordt kort genomen aan Antonucci. Lauterzoets, malen. Ja, zonde. Maar goed, de hoekschop is een highlight. Dat kan veelbelovend zijn. Kan ook een bit worden. Dus doeltrap voor PSV is ook een highlight. Dat is dan toch een risico hoe langer die highlight duurt, hoe vervelend het vaker wordt. Hier komt Buitink. Alma met de redding, dat is hartstikke mooi. En hier komen wij dan weer met een inworp. Die wordt weggewerkt. En Van Ginkel is eerder bij de bal dan Antonucci, dat is heel teleurstellend. Goed met een vrij goede tackle moet ik stellen, teruggekopt op Alma. Dus dat mag dan gewoon opgepakt worden. En na 6 minuten tweede helft vind ik het toch vrij spannend, moet ik zeggen. Goed, Paas pakt ook daar de bal vrij simpel op. Wordt gekopt naar Antonucci, wij blijven gewoon in balbezit, het is ongekend. Kom jongens.
Hulshagen wil ook wel eens een doelpunt meepikken, maar het mag tot nu toe nog niet zo zijn. En die wordt binnengekomen door Borges. Nou, dus niet te filmen. Niet te filmen. Ik zou nogmaals heel graag zeer verdedigend gaan voetballen, maar wij lijken de bovenliggende partij, moet je het dan weer gaan veranderen. Hè? Fernandes naar Borges, Antonucci, gaat naar Malen, wordt uitverdedigd, komt bij Buitink, is gevaarlijk. Van Ginkel kan gevaarlijk zijn. Iataren en wederom een redding van Alma, het is fantastisch. Maar Koer ga ik ook afhalen, die is ondertussen bezorgd. Gaan we Bager erop zetten en een vrije trap in de handen van Paas. Dat was een rare uittrap, maar de kopbal mocht er ook niet zijn. Dit is andermaal een uittrap die hopelijk toch een beetje bij onze verdedigers komt, maar helaas. En daar is wederom Alma die er vandaag toch best zin in heeft, moet ik stellen. Ondertussen zijn wij niet meer de bovenliggende partij te noemen. Hier wordt de bal weggekopt, maar wel weer naar een PSV-speler. Hier wordt de bal ingedraaid en wederom Alma. Het is niet te geen Alma, dat dacht ik. Het is niet te veel, maar het gaat nog vrij goed. Lauterzoet begint wat moeten worden, dus uiteraard Calvin Twicht, kom maar door. Ja, nog een kwartier en we staan op voorsprong. Het is niet te veel, maar wat wil je doen? Ik word hier gewoon oprecht bijna gespannen van. Kortstam kan ook nog wel even inkomen. En dan hopen dat Borges het uithoudt. Hulshagen is als team iets minder spannend dan Borges. De hele verdediging begint ondertussen op hun achterste tenenpoten te lopen, hoe je het noemt. Interesseert mij geen reet. 2 minuten, nog 1 minuut. Wagt niet een highlight te starten. En we hebben gewonnen van PSV. Kaaskop Gameplay, die gaat dit niet liken. Dit gaat dit niet liken. Het is fantastisch. Het is fantastisch. Dit maakt mijn hele verlies in de draftmode tegen Gaskell Gameplay helemaal goed. Colin, geniet ervan. Niemand gaan we stuiven ervoor, ikzelf ook niet. Nou, het is niet te filmen, jongens. Ik ben nog nooit zo enthousiast geweest als ik net wakker ben. Ik weet dat ik dit waarschijnlijk vaker zeg als ik een video opneem, maar het is fantastisch. Een makkie voor Volendam tegen PSV. Bam! Die bam die moest er toch even in, sorry voor alle headphone users. Stoppen op je hoogtepunt, jongens. Dat is een heel belangrijk iets. Bedankt voor het kijken allemaal. Als jullie nog niet alle video's gezien hebben, check even de afspeellijst. Er staan leuke video's in, hoor. En er staat gewoon een rood balkje onder, hè, als je hem gezien hebt. Mocht je iets anders willen kijken, ook top, staat ook links. Gewoon een klikje op. Meer views, hartstikke fijn. Je kan ook subscriben natuurlijk. Dat staat op rechts. Klik op het logootje, komt het vanzelf in beeld. Het was me waar genoegen. Ik doe jullie de vriendelijke groeten en tot de volgende.